Mijn haar even netjes gedaan, omdat ik misschien nog een livestream zou gaan opnemen. Een gesprek. Ramadan, mensen. Ik hou het redelijk goed uit, gelukkig. Vasten voor Gaza. We zijn in de tweede martelkamer. En kijk, hier is de commotie, daarom ben ik even teruggegaan. Hier is de nieuwsport en daar zijn al die mensen nu te panikeren over de formatie. En wanneer krijgen we een nieuw kabinet en rechts of links. En uiteindelijk is het allemaal WEF, WHO, Europese Unie. Zonder Nexit ook geen vooruitgang. Wij komen hier tegen de oorlog. Wij willen geen oorlog in de wereld. En ik had hier nog een speech voor jullie voorbereid. Maar dat ga ik misschien zo doen, als ik wat meer privacy heb. En natuurlijk nog een beetje inspiratie. Vrede willen wij. Vrede. Is het zo moeilijk? Vrede voor Gaza. Vrede voor Oekraïne. Is het zo moeilijk, mensen? We hebben nu ongehoord nieuws, maar nog zijn we ongehoord. Nog zijn we gecensureerd. Nog wordt ons verhaal niet gehoord in de Tweede Kamer. Nog zijn we helemaal niet vertegenwoordigd. Zoveel mensen. Daarom zijn we hier. We komen hier, hele commotie bij de ingang. Hele achtervolgingen door het gebouw. 5 beveiligers al achter me aan. Maar ja, toch blijven komen om het woord te doen. Wat ik namens jullie spreek, namens mezelf. En namens hopelijk ook God daarboven. Waar moet de Tweede Kamer nu over praten? Waar moet nu de statements worden gemaakt? Liefde, vrijheid, geen dictatuur, geen tirannie, geen digitale slavernij, geen depopulatie, geen chemtrails, geen 5G-weapons. Geen oorlogspropaganda, geen haat. Geen cybercriminaliteit. Zo kan je nog wel even doorgaan, mensen. Geen armoede meer. Het hoeft geen armoede te zijn. Het zijn de multinationals die armoede creëren. Zo zijn we er weer, mensen. In de Tweede Kamer. Welke partij neemt het nog voor je op? Het is allemaal verloedering. Zelfs de ChristenUnie gaat nu de UNRWA ook bashen en bannen en zo. Terwijl dat is de enige organisatie van de VN, volgens mij in samenwerking, die dus nog opkwam voor Gaza om daar voedsel te voorzien. Dat heeft Kaag notabene zelf gezegd. We kunnen niet zonder de UNRWA, want zij leveren voedsel in Gaza, in de hongersnood daar. En dan gaat de ChristenUnie die partij ook verbieden en ook lasteren en smaad dat ze met Hamas samenwerken. Nou, hier is het alleen maar weer te hypen dat we Oekraïne altijd moeten steunen. Terwijl Oekraïners zelf helemaal raadloos beginnen te worden. Helemaal zelfs gemarteld worden. Als ze niet meer voor Zelensky zijn, word je op straat gemarteld. Zulke beelden zie ik op Twitter. Nou, Geert Milder. Het is natuurlijk helemaal geen mild persoon. Het is een super Zionist, anti-islam. Geef de schuld aan de moslims. Geef de schuld aan allerlei terrorisme, wat allemaal vals vlek zijn, zoals 9-11. Waar alle ellende mee is begonnen. En dat is allemaal bewezen. En nog steeds veel mensen die lopen toch weer achter Geert Wilders aan. Geef maar de schuld aan de vluchtelingen en de allochtonen. Lekker makkelijk. Nee, je moet bij de elite zijn. Je moet bij de rijken zijn. Bij Soros, bij Schwab, bij Bill Gates. Dan kom je al wat dichterbij. Ja, mensen. Eldor loopt hier ook rondjes. Hij wordt ook zwaar geschaduwd. Ik word ook geschaduwd hier. Kijk hem staan. Ik mag hier filmen, dat is wel leuk. Ik mag niet inzoomen op mensen. Buiten wordt de SP hier geïnterviewd, maar toen waren wij al naar binnen gegaan. SP is ook helemaal rateloos. Helemaal weg van alle waardes waar ze voor zouden staan. Zwijgen, 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 zwijgen. En meehuppelen, meedoen. Meelopers, allemaal meelopers. Eigen functie is voor hun belangrijk. Maar echt uitspreken tegen onrecht, nee, dat gebeurt niet. Helaas. Nou, nu zie ik Eldor helemaal buiten. Dus blijkbaar voelt hij zich toch niet zo gelukkig. Hij zoekt iemand. Nou, ik weet niet wat. Hij zoekt mij toch niet? We waren binnen, we zijn buiten. Zijn spullen staan nog binnen. Misschien gaat hij even iemand zoeken buiten. Politie. Commotie creëren in de Tweede Kamer. Waar is onze democratie?
Ik voel me best gelukkig privé, hoor. Ook nu weer veel bereik op social media, maar dat zal ook wel weer kapot gemaakt worden binnenkort. TikTok willen ze gaan verbieden in Amerika. Nou, dat zal dan uiteindelijk ook bij ons verboden worden. Nou, daar heb je Don Zeder. Ja, TikTok is echt goed bezig. Het is ook wel veel censuur, maar toch heel veel video's komen toch door de shadowban heen en leggen heel veel geheime dingen bloot in de wereld. En ook, het gaat razendsnel, worden de berichten gestuurd en verspreid. Het is toch wel een wake-up call voor heel veel mensen en daarom willen ze nu in Amerika ook TikTok verbieden. Omdat te veel waarheid boven tafel is gekomen. Zo gaat het dus, censuur. Kijk hoe het in Nederland verder zal gaan. Ik ga even overleggen met Eldor waarom die naar buiten is gegaan en dan jullie horen nog van ons.